It's like we just can't help ourselves. Ja, maar mooi. Gewoon een droomscenario voor de ploeg en denk voor onszelf ook. Mijn doel zou in ieder geval met dag 2 ingaan op plaats 1 of 2. Nou, nu zitten we met de 100ste van elkaar af, dus ja, dit is wel heel mooi vanmorgen. Je leeft toch samen naar zo'n toernooi toe. En het is altijd spannend, maar als je dan met z'n tweeën uit de ploeg als 1 en 2 staat, dat is wel lekker hoor. En, dan kun je morgen hopelijk samen uit weg. Stefan zit ook niet heel ver weg, maar het is altijd lekkerder als je met z'n tweeën er staat dan dat je alleen staat. Ja, dan ben je weken bezig en dan is het uiteindelijk 100ste nu dat het verschil is. Ja, het is bijna niks, hè, maar morgen is gewoon een nieuwe dag. En, misschien ligt het dan net anders, je weet het niet. Maar we gaan allebei voor om te winnen. En, het zou mooi zijn als we het toernooi kunnen eindigen als we 1-2 staan. Maar de volgorde mag nog wel even draaien. Wie gaat er winnen? Kijk, afstand voor afstand. Ik kan wel dingen gaan roepen, maar voor mij heeft weinig zin. Ik had vandaag echt een hele goede 1000. En probeer ik morgen weer te rijden en een goede 500. En daar focus ik me eerst op. En natuurlijk is het hartstikke leuk hoor, dat we samen 1-2 staan. Maar denk ik, sprint is een best wel lastig toernooi hoor. 4 afstanden, goed rijden. En nu had ik 2 hele foutloze races. En laat ik dat morgen eerst maar eens doen. En dan zou ik kunnen winnen. En dan kan hij winnen. En liefst niemand anders.